We hebben hem geunlocked. De Skull Trooper Challenge is voltooid. En we hebben de Ghost Portal geunlocked. Yo gasten, welkom terug bij deze nieuwe video op dit kanaal. Mijn naam is Guus en vandaag ga ik de Skull Trooper Backbling unlocken. Ik moet hiervoor nog één daily challenge doen en dat is op dit moment nog ongeveer 40 mensen outplayen in squad mode. Ik ga de solo squads hiervoor doen. Als ik even naar mijn challenges ga, dan zie je dus hier bij de Skull Trooper die de Ghost Portal heet. Zo heet de Backbling. Ziet er best wel ziek uit. De reden dat ik hem ga halen is sowieso omdat ik dus de Skull Trooper heb, omdat ik de Backbling graag wil. En om natuurlijk de collectie van mijn Backblings en alles gewoon uit te breiden. Ik wil die zo groot mogelijk hebben. Maar één daily challenges moeten we dus nog doen. Dat is dus 40 mensen outplayen. En dan hebben we hem. Dus in deze video gaan we dat hopelijk doen. Ik hoop dat jullie gaan genieten van deze gameplay. Willen jullie wat meer van gewoon losse video's zien? Niet per se video's die erover gaan hoe je iets gratis kan krijgen of leaks. Maar ook gewoon gameplay video's. Zorg dan dat je dat duimpje omhoog doet. Kunnen we er 150 likes behalen. Dat zou ik super tof vinden. En dan gaan we maar gewoon direct beginnen om deze backbling dus te krijgen eigenlijk. Oké, ik zit een beetje te twijfelen waar we heen gaan. Ik moet sowieso even niet in het begin doodgaan. Want ik moet nog 40 mensen moeten eerder doodgaan dan mij. Want dan heb ik die backbling namelijk. Dus we gaan even naar Paradise. Daarmee kan ik wel gewoon snel rotaties maken met de rifts die daar zijn. En ik vind het ook wel een fijne plek om te landen. Dus ja, dat wordt het plan. Ik hoef niet per se te winnen. Ik wil gewoon die backbling krijgen. Omdat het best wel een chille en zeldzame backbling is. Je kan hem natuurlijk ook alleen maar halen als je ook de Skull Trooper hebt. Dus laten we even gaan strijden en proberen niet dood te gaan in het begin. Oké, ik heb dus gekozen voor Paradise. Een aantal mensen, niet te druk. Als ik het nou niet fok in het begin en gewoon overleef. Even voor een klein tijdje. Dan gaat het wel goed komen. Zojuist heb ik nog geen wapen gevonden. Dus dat is wat minder. Er ligt hier gewoon serieus helemaal niks. Ligt hier wel wat. Ik weet ook deze hele huisindeling eigenlijk niet. Oké, ik heb dus gewoon niks. Ik speel wel solo squads, daar moet ik even op letten. Er zit hier namelijk sowieso iemand bij me. Wat is deze persoon aan het doen, jongens? Oh, wat gaat dit soepel? Wat gaat dit soepel? Oh, ik ben net terug van school, dus de potjes gaan nog niet echt soepeltjes. En de aim zit ook nog niet echt mee. Maar wat is gebeurd met deze persoon, jongens? Oké, we hebben hem. I don't know wat deze gozer aan het doen was, jongens. Holy shit, ik wil die echt niet doodgaan al. Volgens mij hebben we de challenge al gehaald. Er is nog 62 man remaining. Maar we gaan natuurlijk proberen wel een goede score neer te zetten in dit solo squad potje. Aim, help me een keer. Holy shit, vergeef me jongens voor mijn aim momenteel. Ik ben zo aan trillen of zo. Dat heb ik altijd gewoon. Koude handen, alles. Alles wat je niet wilt hebben. Koude handen is echt het ergste. Zo, ik kan niet eens praten, jongens. Oké. Zit hier ook nog ergens een chest? Ik weet eigenlijk deze lootplekjes helemaal niet. Ik denk dat die hier ergens zit. Ja, there we go. Oké, dat heb ik even niet nodig nu. Oké, twee mensen gekilled. Sowieso al 50 man dood. Dus we hebben de challenge sowieso al gehaald. Ik wil alleen wel verder komen in het potje. Anders wordt het wel een erg korte video. Ik zag hier nog wat mensen. Ik weet niet of het heel slim is om te pushen.
Let's go, jongens. Volgens mij was dat die hele squad. Best wel goede loot hiervan gekregen ook. GG's, let's go. 4 kills, nice. Oké, grappling hook ook nog bij deze gozer. Chill. Deze is ook al wat materials aan het farmen, dankjewel. Ik ga nog even wat materials doorfarmen. Omdat we natuurlijk solo squads aan het doen zijn en dat er behoorlijk wat gespreid gaat worden, wil ik mezelf wel goed kunnen inbouwen. En dan gaan wij denk ik rotaten met de rifts. Om een beetje naar het midden van Fortnite, van de map te gaan. Oké. Ik weet niet of hier dus al zoveel mensen zijn geland dat er geen rifts zijn. Of ze weggehaald zijn, maar normaal zit hier altijd rifts. Oké, op de berg daar, ik weet niet of jullie het kunnen zien, zit ook nog een rift. Ik ga daar dus even heen pushen. En dan gaan we via die berg dus rotaten verder. Nee, gaan we niet doen, want de zon is er al aan het komen. Holy shit. Oké, de zon is wel dichtbij, dus de rifts maken uiteindelijk niet heel veel uit. Maar het zou wel lekker zijn als ik daar gewoon even snel mee weg kon komen. En nu moet ik namelijk helemaal gaan lopen. Ondertussen gewoon even rustig wat materials farmen. Ik kreeg laatst in de stream altijd wat vragen van hoeveel speel je per dag? Wat zijn de tips om beter te worden in Fortnite? En deze vraag krijg ik eigenlijk altijd via privé Discord in de stream overal. Hoe word je beter in Fortnite? Deze vraag ga ik nu ook beantwoorden. Het is namelijk heel makkelijk. Speel gewoon veel. En leer het jezelf aan. De tips die altijd al die mensen je geven van gebruik deze keybinds. Kijk naar pro's. Tuurlijk helpt het je. Maar uiteindelijk moet je het toch zelf gaan doen. Als je niet veel speelt, leer je het ook niet. Dat is met alles zo. Editen, met Photoshop, met gewoon verschillende programma's. Je moet het gewoon veel doen om het uit je hoofd te leren en gewoon goed te kunnen. Dus de tips met keybinds. Tuurlijk werkt het. Maar hoe word je nou echt goed? Is gewoon door echt te grinden en veel te spelen. Start met playground. Wil je kills maken? Kill mensen die AFK in de bus zitten. Begin gewoon met simpele dingen. Land niet op de snelste plekken. Denk ook niet dat het gewoon in één keer gaat. Want het duurt best wel lang om gewoon goed te worden in Fortnite. Dus neem je tijd en grind de game gewoon uit. Zo simpel is het dus. Ondertussen zijn er rustig nog maar 20 man over. Zonder mij 19. Dus hopelijk kunnen wij nog een goede score neer gaan zetten in deze game. Misschien kunnen we hem wel winnen als ik tegen een noob squad kom. Maar we gaan het zien. Ik ga mijn best doen, jongens. Ik hoor de schoten van Dusty komen, dus we gaan daar even kijken. Misschien kan ik twee squads een beetje cleanen, een beetje wat shots gooien. Damage is altijd prima, hopelijk hebben ze geen heals ook. Misschien kan ik ook wel een hunting rifle shot geven, ook al kan ik niet echt aimen nu. Ga ik het doen? Nee, ik ga het niet doen. Ik wil dat ze eigenlijk niet echt focussen op mij, dus ik probeer me zoveel mogelijk ervan af te houden nu. Ook al loop ik er wel naartoe, dat is echt niet logisch eigenlijk. Oké. Dit bedoelde ik dus. Dit was echt niet chill. Ik kan ook echt niet bouwen, jongens. Wat? Beter wordt hij gecleaned door een ander team. Hoort hij ook nog bij hem? Oh, dit hele gebeuren hoort bij elkaar. Holy shit, hoeveel squads zijn hier samen, jongens? Oké, dit hoorde dus niet bij elkaar. Oh, what the fuck? Hoorden die squads nou niet bij elkaar? Wat de hel, er kwamen allemaal squads mengen.
Jammer, jammer. Oké, okay, we zijn, wat is onze plek? 60 geworden in deze squads game. We hebben nog 6 kills kunnen halen. Maar het ging er natuurlijk om dat we de backbling geunlocked hebben in Fortnite. Dus we gaan hem nu kijken. Als het goed is, krijgen we nu een pop-up in de beginscherm. Dat klonk echt heel raar. In het beginschermpje. Kan ik even normaal praten? Dankjewel, jongens. Oké, okay, let's go. We gaan naar de lobby. Is die geunlocked? Is die geunlocked? Als er nu niks komt, trouwens, is best wel sad. Oh mijn god. Er is niks. Oh, ik moet hem nog collecten. Oké, okay, let's go, jongens. Collect rewards. We hebben hem geunlocked. De Skull Trooper Challenge is voltooid. En we hebben de Ghost Portal geunlocked. Super tof, jongens. Hij ziet er echt lijp uit. 1 challenge minder. Kijk eens even hoe dope deze Ghost Portal is, jongens. We hebben hem geunlocked. We hebben een squad game nog kunnen doen met 6 kills. Helaas niet kunnen winnen. Maar willen jullie nou meer van dit soort gameplay zien? Willen jullie ons meer solo's, squad, duo's, misschien wat 1v1's tegen elkaar willen zien doen eigenlijk? Zorg dan dat je op die like-knop drukt. Zoals ik al zei, kunnen we die 150 likes behalen. En dan gaan we meer zoals dit soort video's uploaden. Mensen, bedankt voor het kijken. Ik hoop jullie snel weer te zien bij een volgende video. Of livestream natuurlijk. In het weekend doen we altijd een livestream. En we proberen elke dag een livestream of een video sowieso online te gooien. En dat was hem weer voor vandaag. Bedankt voor het kijken. En ik zie jullie snel weer de volgende keer. Bye.